Kom op, grote broer. Ach, mijn armen voelen als spaghetti. Ze zien er ook uit als spaghetti. Dunne spaghetti. Hou je kop. Kom op, jongens. Oh, trouwens. Deze vonden we onderweg. Die wil je vast wel terug. Bedankt. Oh jee. Hey gast, je vergeet een stukje. Deze plek is nog leeg. Je hebt hier nog niet geschilderd. Oeh, dat is mooi. Hier misschien. Hier zou je wel een schilderij kunnen maken. Hey gast, je vergeet een stukje. Te gek, man. Het is gelukt. En nu naar binnen. Ik blijf wel bij jou. Oké, Ash? Tuurlijk, Froggy. Man, wat is het hier donker. Alles komt goed. Het ruikt hier ook niet al te best. Oh, dat was ik. Vleermuizen! Niet zo opgefokt, broer. Ze bijten niet. Niets om je druk om te maken, denk ik. Ze zijn prachtig. Raak ze maar niet aan. Zack heeft gelijk. Voorzichtig. Hey, volgens mij zie ik een uitgang. Het is te ver. Hoe kom ik daar nou overheen? Kunnen we een schans maken? Oh, dat water is smerig. Oh, ik snap het. Kom op, help me dit ding op te tillen. Ja.
Jongens, ik moet doorgaan. Wij proberen een andere ingang te vinden. Doe voorzichtig! Klodder? Woes? Wat heb je gedaan? Hey, waar ben je nu? Dit gaat een verschil maken. En niet meer terugkomen. Daar kan ik er niet te veel van hebben. Jongens, we zijn er! Ik heb het nogal druk hier, jongens. Dat kun je wel zeggen. Ja! Kijk! Dat houdt me niet tegen. Geffer. Ha, ik moet sneller bewegen. Dit geeft me een kans. Veel beter. Nu is het een eerlijke strijd. Ik moet met ze afrekenen. Terug waar je thuis hoort.
zou moeten helpen. Die moeten we ontwijken. Hiermee lukt het. Ik ga je geen pijn doen. Oké, rustig aan. Ik dacht... Jongens, dit is Luna. Zij is de reden voor de kwast. De schilderingen, de geesten, alles hier. Zij denkt dat het door jou komt, Ash. Hoe dan ook, aangenaam, Luna. Ash heeft zeker aan jou beloofd om Denska op te ruimen. Oh, had je het maar kunnen zien. Die schilderingen van hem waren... Luna! Ik moet die duisternis bij Luna weghouden. Het zit helemaal vol.
zeg dat wel. Hey, denk je dat iedereen weer terugkomt? Lijkt me wel, ja. Dat is eigenlijk best wel cool. Oh man, ik bedenk me net. We zijn nu met z'n zessen. Dus? Dus, we kunnen eindelijk een lekker potje basketballen. Oh, vet. Ik bedoel, ik zou het niet raar vinden als je ons nooit meer wil zien. Maar na alles wat we hebben meegemaakt... Wat zeg je ervan, Ash? Heb je zin in een potje 3-3? Ja, hij gaat vast liever schilderen, Chuck. Misschien kan het allebei. Yeah! Yes! With the